Hallo, Zabengjes en Berikkels op Gamepage, een nieuwe aflevering van The Last of Us. Deze aflevering gaan we verder met The Last of Us. Ik ben deze man met hele mooie kleren. Hier liggen knuppels, maar dat zal ik nooit verleren. Ik pak deze ladder, want die zet ik dan ergens neer. En dit is echt het kutste lied om een video mee te beginnen. Ik denk dat hij hier tegenaan moet. Ik vind het wel, ja, precies een perfecte plek voor een ladder. Zoals jij, deze ladder. We klimmen, en ja, iemand zei in de comments, waar is Ellie? Dat is best wel terecht. What the fuck? Ik val tenminste wel in het water. Een zachte landing. Goedemiddag, meneer. Nou ja, waar is Ellie? Hopelijk ieder moment, want anders gaat het niet zo heel goed. Eventjes niet verdrinken, jongens. Even niet verdrinken, als jullie het niet erg vinden. Oké, dat was eventjes drukken. Mijn keel. Oh nee, mijn keel. Dan moet ik mee ademen en broodjes eten. Oké, en mijn gun pakken. Kom, Joel. Nee, je gun. Oh, mooi. Ik wou net zeggen, waar is Ellie? Ik zei het gewoon al, waar is Ellie? Nou, daar is Ellie. Wel een awesome cutscene trouwens. I shot the hell out of that guy, huh? Jij wel. I feel sick. And you just hang back like I told you to. Oh, ze moest uit de buurt blijven. Er was allemaal reden weg in ieder geval. I'm glad I didn't get my head blown off by a goddamn kid. You know what? No. Weet je wat? Nee. How about hey Ellie? I know it wasn't easy, but it was either him or me. Thanks for saving my ass. Dat is wel aardig, weet je? Dat is wel aardig. We gotta get going. Lead the way. Heel even checken qua geluid. Nou, oké, dan is het goed. Ik dacht even dat ik iets misschien verneukt had. Maar we gaan in ieder geval weer verder. Dat was een leuk interactief momentje van, hey, ik ga dood. Alleen toch niet, want er was wel een gemene boef, maar die is nu redelijk dood. Ik hoop dat ik weer boeven dood mag maken, want boeven dood maken is redelijk hip. Pijn en boog. Wapen van keuze, maar natuurlijk. Ik gok het hier wel boevetjes zullen zijn. Maar weet je, ik ben niet bang meer voor ze. Wat is hier maar voor leuks te doen? Don't worry. We take good care of her. Oké. En take Dexter. Oh mijn god, Dexter. Ik kijk die serie nog steeds. Ik heb hem nog steeds niet af. Ik ben nu net begonnen met seizoen 7 voor de mensen die geïnteresseerd zijn in mijn Dexter-leven. De vraag is, zijn er ook gemene boeven hier? Deze plek komt me heel bekend voor. Trouwens, ben ik niet hier eerder al geweest? Is het gewoon weer dit plekje? Nee, trouwens, ik was daar natuurlijk net beneden. Dat is best wel logisch. Kan ik hier langslopen? Is even de grote vraag? Ja, dat kan ik. Ben zo terug, Ellie. Ben zo terug. Even wat bitches doodmaken met mijn pijl en boog. Oké, dan wat is hier maar voor leuks te doen? Ja, loot, hè. Eens even kijken. Misschien nog wat pilletjes hier en daar. Is wel een mooie... Oh, een knuppel. Ik heb al geüpgraded knuppel. Ik wil deze knuppel niet. Een mooie schaar. Hartstikke fijn. Flessen. Vodden. Dat is ook hartstikke leuk. Helemaal niks. Echt. Oh, gelukkig ligt tenminste wel iets. Ik heb de moeite niet voor niets gedaan, jongens. Oh, kijk. Niet verkeerd. Dat is een stuk of 13 van die mooie dingetjes. Wat is dit voor moois? Een praatballon. Oké. Accretie. Ik ga hem niet eens bekijken. Ik ga de moeite niet eens voor jou doen. Stomme accretie dat je er bent. Jij vieze, vuile. Oh, Ellie zit ook gewoon op dat ding, weet je. Wacht hier. Oké, nou dan gaat ze nog best logisch misschien gewoon even lekker zitten, weet je. Want misschien dan sta je hier gewoon 10 uur te wachten. Gewoon voor de grap van, hé, wat gaat Ellie doen? Nou ja, dan vallen de benen eraf. Dus dat is best wel slim gedaan eigenlijk. Oké, we zijn hier. Kan ik hier nog looten? Nope, dat kan ik niet. Ik kan even niet looten. Dus dan gaan we gewoon verder, denk ik. Dat lijkt me wel een goed plan. Oh, hallo daar. Maakt niet uit. We need to get back out. Find that. Ik wil boeven, jongens. Ik heb zin om dingen dood te maken. Met mijn doodmaakhanden. Oh, ik dacht even, yes, we gaan een vrouwentoilet in. Maar nee. Er is alleen een mannen-wc. Hey, mannen met piemels. Dat klonk een beetje gay. Daar zit niks in. Dat is een teleurstelling. Misschien hier nog iets leuks. Weet je, het hele spel is een beetje jagen en verzamelen. Net als in de goede oude oertijd. Oeh, urinoir. Urinoir. Zal ik jullie een leuk verhaal vertellen over een urinoir? Ik was dus ooit in Duitsland, wou ik zeggen. Ik was in Drenthe. Toen ik nog echt klein was, groep 7, 8, 6 en zo, die tijden, ging ik echt bijna ieder jaar op vakantie. Gewoon in Nederland, gewoon herfstvakantie, weet je wel. Gingen we vaak naar Drenthe. En als je in Drenthe bent, dan ga je natuurlijk naar welke dierentuin? Gewoon eventjes te kijken wat jullie kennis is van Drenthe. Welke dierentuin zit in Drenthe die heel bekend is? Emme! Tenminste, voor mij. Ik weet niet, voor mij heeft Assen ook een dierentuin. Ligt Assen in... Assen ligt wel in Drenthe, ja. Emmen. En weet je wat ze hebben in dierentuins? Nou, als je gokt de wc's, dan had je een hele goede gok gedaan. Ze hebben namelijk wc's daar. En je weet al waar dit verhaal heen gaat. Nou, wat ze ook hebben vaak bij mannen wc's is... urinoirs. Ja, dames en heren. Jullie zouden het... Oh, melewapens verbeterd? Aanpassingen gaan 1 treffer langer mee. Oh, zeker niet verkeerd. Ik vind opeens gewoon een random upgrade. Is dat een noot of zo? En dan lees ik en dan leer ik daarvan. In ieder geval, urinoirs. Wat doe je in een urinoir?
vraag 2. Iets makkelijker dan vraag 1 vind ik zelf. Als jij antwoordde peoppen, beter bekend als poepen, dan heb jij goed geantwoord, mijn zoon. In een urinoir, of wat ik zei poepen, dat is helemaal niet goed, plassen, dan heb je goed geantwoord. Als je zei poepen, dan ben je de man die voor mij bij het urinoir was, want dan had er serieus gewoon iemand in het urinoir gepoept. Daar heb ik zoveel vragen bij. Oh, ik moest hier overheen, dat dacht ik al een klein beetje, weet je. Vraag 1 daarbij is, waarom? Vraag 2, was het gewoon een buitenlander, misschien een Fransoos, die gewoon niet weet dat je niet in het urinoir moet poepen? En vraag 3, al was het een prank, heeft hij daar gewoon een vriend van op de wacht gezet? Zo van, hey, ik ga in het urinoir poepen, als jij even de wacht zou kunnen houden, dat zou echt fucking awesome zijn. Ik gok dat Ellie op dit ding gaat spelen, dat denk ik zomaar. Oh, ik heb de piano nodig, ja dat kan ook. Duwen Joel, duwen met je... Hey, help eens! Hey, Ellie, je mag jezelf helpen. Precies. You sure you can trust me with that? Ellie. Oh, Ellie, ga nou niet zo bitchy doen, ze is vast aan het menstrueren. Ja, heb ik niet gezegd, dan gaan vrouwen weer moeilijk doen. Ik hou van jullie vrouwelijke kijkers, ik heb om een of andere reden, vraag me niet waarom, 33% vrouwelijke kijkers. Ik weet niet of het door mijn sexy lichaam komt of dat al die mensen pedofiel zijn. Waarschijnlijk één van de twee. Nou ja, misschien zijn al die mensen pedofiel door mijn sexy lichaam. Ik bedoel eigenlijk dat al die mensen mannen zijn. Want iedereen weet, er bestaan geen vrouwen op het internet. Dat is gewoon een regel. Vrouwen bestaan niet op het internet. Oeh, chocoladefontein. Maar dan zonder chocolade. Oeh, fontein. We klimmen op de piano. YOLO, YOLO. We klimmen op de piano. Oh, wat is dat fijn. En we gaan weer verder. Voor mij ben ik nog niet eens op 50% van deze game. Dus het is nog even een langdurig feestje momenteel. Het uitspelen van deze game. Maar dat maakt niet uit. Want ik heb er plezier in. En daar gaat het om. Ik heb momenteel toch allemaal en shit helemaal vol. Dus ik ga denk niet echt de moeite doen om te looten. Maar ja, je mist natuurlijk wel weer pilletjes. Dat is natuurlijk wel weer waar. Dat komt je duur te staan, Rick. Pillen heb je nodig, mijn vriend. Ik ga maar rustig verder, denk ik. La 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 la. Hey, hoi. Ik dacht eventjes dat ik wat zag, maar dat was er niet. Er was helemaal niks. Wat kan ik hier doen? Ik heb geen idee. Nou, dit is niet de goede kant als ik het zo zie, meneer en mevrouw. Dit is zo raar, dan hebben ze een deur op deze manier afgezet. Zo van, hey, dit kun je toch al weggaan en dan door die deur. Maar ja, als je iedere deur heen kan gaan met zulke gebouwen, dan ben je flink lang bezig. Misschien is het maar beter zo, jongens, misschien wel. We gaan in ieder geval lekker verder deze kant op dan, denk ik, hè. Ook niet. Nou, oh, wacht, wat is dat? Tape en schaar. En dingetjes, yay! Oké, wat nu? Ik heb gewoon het gevoel dat ik zo'n kandelaar kapot moet schieten. Ik heb echt te veel Uncharted gespeeld. Het enige wat je doet in een chart is op die dingen schieten zo'n beetje. Ik zou het kunnen proberen, maar we hebben momenteel geen motief. Het is niet zo van, hé, dan moet ik kapot. Waar de fuck moet ik heen dan? What the fuck? Staat hier gewoon een raam open? Dan zou je toch wel zeggen, ja, dat is de weg, weet je wel. Oh, kijk, zit hier mooi. Lol, waarom zag ik dat niet? Filmpie! Waarschijnlijk word ik weer van mijn bek geslagen of niet. Krijg ik klappen of niet? Oh, een dooi. Nieuw wapen? Oh, kijk, daar heb je ze. Come here, keep your head down. Keep your head down. Right now, I'm gonna jump down there and I'm gonna clear us a path. What about me? You stay here. This is so stupid. We'd have more of a fucking chance if you let me help. I am. Als hij kan natuurlijk dit wapen. I know your way around a gun. You reckon you can handle that? Kijk. Well, I sort of shot a rifle before, but it was at rats. Nou, kleine doelwitten toch? With BB's. Ah, oh, oké. Okay. Well, it's the same basic concept. Alleen nu zijn de doelwitten wat groter, hè? Right. Mijn handen gaan leren. Ik vind het natuurlijk wel cute. Ik een beetje aan het kleine meisje zitten en een beetje betasten en zo. Waarschijnlijk krijgen ze dat ding in de gezicht, sowieso. Sowieso ze dat ding in de gezicht krijgen. Vrouwen met pistolen in films, altijd bam! Zo dat ding in hun gezicht. Listen to me. Als ik in de problemen kom, moet elk schot raak zijn. Inderdaad. Ik got this. Sowieso dat ieder schot mis gaat zijn. Lol, 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 lol. All right. Ik vertrouwde op je, Ellie. Waarom? Oh, ik kan niet mooi naar beneden. Kan ik nog een beetje sneaky sneaky proberen just misschien? Clear about back there. Waarom schieten we ze niet vanaf hier dood? Is het niet een stuk makkelijker? It was either him or me. Thanks. You're welcome. Hihi. Ah, oh, wat lief van die Ellie. Elliot. Oké, ik begin ook meteen beneden, dat is wel handig. Moet je het wel ongezien doen, toch? Ik had
Ze zijn allemaal dood. Mooi. Wat de fuck gebeurt hier? Wat is een raar schouwspel hier? Oh, dan zijn het natuurlijk over zijn vrienden. Die heb ik zojuist doodgemaakt. Kijk, ik zoek even gaan met een shotgun. Jullie weten hoe ik ben met een shotgun. Is dit mijn shotgun? Nee, dit is mijn jachtpistool. Sorry, ik moet eventjes mijn shotgun zoeken hoor. Kan even duren, zoals je kan zien. Is mijn shotgun leeg? Ik zou zweren dat ik shotgunkogels tegenkwam ergens. Nou, dan gaan we maar pijn en boog, denk ik. Dat ding is hartstikke stelp als een neuk natuurlijk. Oké, laten we dit wel voor raak schieten en hij moet in één keer dood, jongens. Anders gaat het niet goed. Is hij dood? Nice, kijk. Dit is hartstikke prachtig, jongens, dit. Laten we er een leuk sneak feestje van gaan maken. Nou, de eerste dode ligt in ieder geval. Letterlijk en figuurlijk. Even kijken of ik nog even zijn vrienden neer kan jassen tegen de vlakte. Loopt er daar eentje, maar dat is wel een beetje een risky target, denk ik. Ik denk dat ik die kan raken vanaf hier. Nou ja, hij kan, alleen hij is een beetje bewegend momenteel. Minder. We lopen langzaam naar voren. We komen er nog wel. Wij komen er nog wel, hoor. Ik heb echt het gevoel dat er gewoon letterlijk zo'n dude vlakbij me staat en dat ik hem niet zie of zo. Ja, dan ga ik dood, hè. Nou, jij gaat niet dood. Wordt wel op je geschoten. Hey, hangt daar iemand aan de boom. Hey, man, dat is geen speeltuin hier, hoor. Pas maar op, jij. We lopen verder. Er moet hier raast wel iemand staan. Kom op. Wat? Nou, we lopen rustig verder nog steeds. Ik zeg heel vaak, we lopen rustig verder. Maar ja, het is ook de waarheid, weet je. Ik loop rustig en verder. Oké, daar staat er eentje. Met zijn kleine pik. Hoppa! Ik ga lekker, jongens. Ik ga hard. Ik ga lekker. En we doen het allemaal. Ik vind het wel leuk. In principe heeft het wel wat, dat sneaken. Rick, ik ga nu bekeren, jongens. Van mijn religie van mega chaos, bekeer ik nu tot mijn religie stealth. Het is een magisch moment in mijn leven. Dat ik gewoon inzie dat stealth best leuk kan zijn. Alleen voor commentaar is het gewoon een beetje lame, denk ik. Vooral hier, het is een beetje rondlopen en dingen doodschieten met een boog, weet je. Dat kan iedereen. Nou, ik kan het in ieder geval, want het is echt wel vaak veel. Als ik het al kan. Sterf! Yay! Stealth! We gaan even lekker naar binnen. Zolang je geen mannetjes zijn, komt alles goed. Waarschijnlijk zijn er mannetjes, dus komt niet alles goed. Wat kan ik hier doen? Oh, hallo. Ik hoor iemand praten, dacht ik eventjes, hoor. En sowieso, als ik nu naar binnen ga, dan tegen de tijd vinden ze buiten natuurlijk de lijken die ik heb gedropt. Tenminste, de lijken die ik niet heb meegenomen. Zo stealth is deze game dan ook weer niet. Want je kan geen lijken meenemen. Nou, ik zal in ieder geval door het huis gaan lopen met mijn boog paraat. Er moet hier haast wel een mannetje door dit huisje heen lopen zometeen. En dan knal ik hem neer met mijn piel en boog. Wat is dit voor moois? Oh! Oh, ik zei dat er iemand van ons stond. Bam! Pijn en boek. Ik gok dat er zometeen wat popo komt. Ik gok vanaf deze kant, dus ik ga mijn pijn en boog maar gewoon eventjes paraat. Ik heb nog twee kogels, dus dat gaat sowieso niet goed komen dit. Ik hoor iemand gaan aankomen. Ik weet, er komt zometeen iemand en die gaan we proberen dood te maken. Nou, dan wissel ik even een wapen. Jachtpistool. Klinkt niet als een goede keuze. Ik kan beter deze pakken, denk ik. Oh, daar zit wel met twee kogels in. Oh, daar heb je net... Rustig, man! Kunnen we er niet over praten? Oh, het is een pyro! Pyro, nee! Laat ik even heel gauw een helftje pakken. Hoppakee. Oh, nee, niet maken. Gebruik de verbanddoos, Rick. Ik krijg wel meer helft van verbanddoos. Ik weet niet meer waarom, maar ik had vast iets speciaals gedaan. Oh, kut! Dat is even schrikken. Hoppakee. Nee, geen molotov gooien, dan ben ik er geweest. Dude, ik zei nog zo. Oké, dit is leeg, dit wapen is leeg. Heel gauw is er naar je andere wapen, Rick. Heel gauw, ja. Bam. Oh, vet, ik vind het wel vet dat er zoveel rook is. Fucking realistisch momenteel. Ik ga even de trap op, denk ik. Ik weet niet wat er boven te doen is, maar ik ga maar gewoon even die kant op. Want dan moeten die gasten ook de trap op en zo. En ik denk dat hier wel iets van een leuk item ligt, want dan moet je helemaal hierheen gegaan zijn en moeite en zo. En... ho! Ik volg van het pad van die kogel en ik heb geen idee waar die vent staat, die schoot. Oh, daar! Lol. Headshot, bitch! Kut ratten. Oh, dat is grappig, want hij maakt natuurlijk een referentie naar Ellie die net zei... ratten! Oh! Ik zag je niet! Een neger, die gloeien in het donker! Juist niet eigenlijk. Bam! Sorry, hoef je niet... Mensen moeten me niet te serieus nemen, weet je wel. Niet van, oh Rick, maar ik ben ook een neger. Nu ben ik beledigd. Ik maak video's voor comedy purposes, zeg maar. Voor doeleinden die humor heten. Dus ja, je moet niet alles te serieus nemen, weet je wel.
Ik weet nog wel eens dat ik in een serie in had ik mijn neger character. Ik doe zeg neger trouwens. Ik weet niet of mensen dat offensive vinden. Ik zeg dat altijd. Hè. Je doet niet zo moeilijk over. Mensen moeten niet zo moeilijk doen over woorden. Het zijn maar woorden. Waarom zou je je pijn laten doen door woorden? Meestal zijn de mensen die hiervan een probleem maken ook vaak de mensen die zich aangesproken willen voelen, weet je wel. Omdat ze je zo aangesproken gaan voelen door woorden. Dus ja. Dat is tenminste mijn visie weer. Hè. Ik ben ook maar een persoon. En personen hebben helemaal meningen. En dat is mijn mening. En je mag het daar zeker niet mee eens zijn. Dan kunnen we daarover discussiëren in de comments en zo. Dat vind ik alleen maar gezellig. Dus ja, als jij jouw mening erover wil geven, dan merk dat. Ja, in ieder geval. Ik maak die video's voor de grap. Ik maak grappen. En ja, als je dat vindt dat het racistisch is of zo, daar staat helemaal nergens. Ik zou ook alleen maar. Hij glimt in het donker. Zo van, hij is zwart. Hij blende zo mooi in met de muur, weet je wel. Dus daarom zag ik hem niet. Best logisch eigenlijk. Wat is dit? Dat is een printer, Rick. Nou. Dat is mooi. Dat is fijn om te horen. Oh, grappig. Ik moet echt heel goed. Oh, er komt iemand. Oh, twee mannetjes. Kut, dat gaat binnen. Heeft hij een knuppel bij zich? Oh, ik heb ook een knuppel bij mijn vriend. Tikkie, jij bent hem. Oh, pakken. Lachen. Oh, knuppel. Mijn knuppel is bijna kapot. Dan denk ik de jou even als je het niet erg vindt. Oh, ze komen allemaal binnen hier. Oh, there's nothing like a party like this party. Kom maar binnen, vriend. Timber, blurred lines. I know you want it. Ik weet dat je het wilt. Je bent een gay lord. Serieus, kom binnen, dude. Kom binnen dan met je rode sweater als je durft. Hij moet hier ergens staan. Ik ga me zo meteen de tering schrikken. Hij staat hier sowieso onder of zo. Dude. Huh? Ah! Fuck! Laat me niet zo schrikken. Kiekeboe. Hij heeft echt een kiekeboe op me. Oké, daar heb je nog eentje. Bam. Nee. Oké, kut. Ja, ik sla hem wel gewoon voor zijn bek dan weer, hè. Ik wil eigenlijk deze knuppel repareren. Lul. Oké, shotgunkogels, denk ik. Of jachtgeweerkogels. Een van de twee. Nou, in ieder geval, ik heb weer even wat kogels. In principe is stealth chill. Maar ja, momenteel zoals al die mensen die nu je kantoortje binnenkomen lopen, weet je... Oh, daar heb je er weer eentje. Daar is die rooie. Het is een pyro, volgens mij. Ja, dat is best wel een pyro, ja. Ik ga zo meteen dood, ieder moment. Ik hoop echt... Nee, niet twee. Ik kan geen twee pyro's aan, jongens. Het gaat niet goed. Dit wordt het einde. Dit is hoe het eindigt, mijn avontuur. Ik wil niet dit hele stuk opnieuw doen, want dat duurt lang. Waar is die andere vent? Wat? Is die andere vent dan serieus weer teruggelopen? Really? Is die serieus zo mietje dat hij gewoon... Hij had me neer kunnen schieten, maar het bommetje is dus ja, dat neerschieten is niet echt het beste idee dan, maar... Hij had me dood kunnen maken in ieder geval, is hij in één keer pleiten. Wat? Ik schrik ook gewoon veel te erg. Dat die vent die net voor dat raam stond, denk ik... Ah, nog iemand? Stop! Ik sla hem alweer gewoon, joh. Ik heb het echt op slaan vandaag de dag. Weet je, jullie maken me zo boos. Al die agressie. Oh, fucking vet. Dit zie je niet vaak in games. Als iemand tegen een muur slaat, dat is gewoon over... Oh, wat heb je nu weer, hoor. De rooie. Die rooie. Het lijkt alsof het een ginger is, maar ik is gewoon een man. Met een raar masker op, trouwens. Wat een raar masker. Oh, wow, wow, wow. Sweet child of mine. Mooie pick-up vanaf daar. Oh, en mijn bloed op de muur. Oh, een molotovje, dankjewel. Dat vind ik wel een molotov, dat je dat zo aan me geeft. Deze even repareren. Ik heb iets wat van die health packages maken. Ik kan er gewoon al drie maken, dus dat is mooi. Ene. Twee. Drie. Hartstikke mooi. We hebben best een lekkere episode eigenlijk. Ik zal hier al meteen even eentje gebruiken. Nee, dat kan maar verwachten, denk ik. Heel eventjes nog. Heb ik al een shotgun? Dat is even de grote vraag. Dat is gewoon een lekker snel gebruik wapen, weet je wel. Als je problemen hebt, je pakt de shotgun en je schiet er even op neer. Werkt altijd. Ik vind het wel cool dat er nog steeds mensen uit het hele gebied hierheen komen lopen. Zo van, hé, ik hoor wat. En dan bam, bam, bam. En dan schiet ik ze allemaal dood met mijn kogels. Ik kan ze moeilijk doodschieten met niet mijn kogels. Nou, ik heb pijlen, dus eigenlijk kan dat best wel. Maar ja, oké. Waar moeten we eigenlijk heen? Want ik heb al redelijk wat gevochten hier. Dus ik kan nu zo meteen even lekker gaan looten. Hoop ik in ieder geval. Ik heb al genoeg damage genomen en kogels verspeeld. Nu weet ik wat dingen terug eigenlijk, jongens. Ze hebben wel een mooi kamp trouwens. Dat dan weer wel. Kijk. 25 stuks. Dat wil je niet missen, zeg. 25 stuks. Ik ga mooi even upgraden zo meteen. Hotse flotse. Lekker mijn wapens verbeteren. Ik vraag me af of je aan het einde van deze game heel erg overpowered bent eigenlijk. Kijk, ratjes. Ratjes, wat grappig toch weer. Die ratjes toch weer. Komen ze weer hoor. Zijn ze gewoon weer terug. Zijn er ook nog boeven hier of hebben we het nu al voor gezien gehouden eigenlijk? Ik ga even hierheen. Ik heb geen idee waar ik heen moet eigenlijk. Dus ik loop ook maar een beetje aan te kloten. Misschien ga ik per ongeluk de goede kant op. Dat kan gebeuren. Nou, in principe wacht Ellie nog op me. Dus ik neem aan van niet. Maar ja, je kan niet alles weten, Rick. Hoeveel zijn dat er? Ah, een stuk of drie. Het is niet de 25 van net, maar het is genoeg. Niet heel veel bijzonders hier, moet ik zeggen. Een brandblusser. Blus, brand, blus. Wat? Ik gok dat nu terug moet naar Ellie of zo. Maar nee, Ellie, iedereen is dood. Het is veilig, yo. Kan dat? Kan ik even naar Ellie toe om even te melden dat alles wat chill is hier?
Ze heeft trouwens maar nog helemaal niks gedaan. Fucking Ellie. Waar zit ze eigenlijk daar? Ik zie je niet en ik hoor je ook niet, want je bent een meisje. Wat? Wat staat dat nou weer op, Rick? Dat is gewoon racistisch. Ondanks dat meisje geen ras is, is het hartstikke racistisch. Hier was ik net, toch? Am I right? Nee, toch niet. Toch wel, toch niet. Nee, in, op, in, uit, gooit hem eruit. Doen de hokey pokey. Ja, ik was hier net wel. Oké, mooi. Meestal moet je gewoon rechtdoor lopen, dus laten we dat ook maar even proberen te doen in ieder geval. Ik dacht even dat ik iemand zag daar, maar ik beeld mijn dingen in, want ik word gek in mijn hoofd. Gek in mijn koppie. Oh, een crowbar. Die ga ik sowieso even upgraden. Crowbar? Yeah. Melee upgrade? Don't mind if I do. Kan ik ook meerdere... Nee, ik kan niet meerdere upgrades op één melee wapen gooien. Dat is minder. Oké. Okay. Wat nu? Dit ziet er redelijk dicht uit. Ik hoorde een schot volgens mij, of niet? Hoor ik nou schoten of niet? Ik word echt gek hoor. Ik hoor echt dingen die er niet zijn en zo. Dat is minder. Is dit weer zo'n moment dat ik niet weet waar ik heen moet en het is toch al 20 minuten in de video dat ik zeg, hey, volgende aflevering weet ik wat ik moet doen, want dat doe ik best wel vaak eigenlijk. Het is ook best wel handig, weet je, anders ben ik nu 30 minuten aan het rondkutten. Zeg ik gewoon, hey jongens, volgende aflevering heb ik gewoon uitgezocht wat ik moet doen. Best lief eigenlijk voor mij dat ik dat doe. Hey, eten, mooi. Was dit nou het ene winkeltje waar ik eerst was? Nee toch, is een ander winkeltje weer, oké. Okay. Dit was wel het ene steegje van toen, wat is dit voor moois? Ik dacht even dat ik een wapen zag liggen, maar ik beeld me weer dingen in. Hallo? Hier was dat winkeltje. Het winkeltje der verdoemenis. Waar ik me de tering schrok en zo. Oké, nou, we gaan in ieder geval bedankt voor het kijken. Dat is raar. In ieder geval, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering gaan we verder met The Last of Us. En dan heb ik uitgevogeld, gevonden, gevigeld. Waar ik heen moet. En dat is handig, want dan weten jullie ook waar je heen moet. Eigenlijk niet, want jullie kijken waarschijnlijk voor je eigen fun. Maar, ik heb een feesthoedje op en nu moet je deze video haast wel liken. Je ziet het nu niet goed, maar nu wel. Nu staat hij raar op mijn hoofd. Huh, maar zo draag je een feesthoedje helemaal niet. Maar dat maakt niet uit. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doei!